Blinde Bartimaeus. Iedereen in Jericho kent Bartimaeus. Dat is een man die altijd in de marktstraat zit te bedelen. Hij kan niet zien. Sommige mensen denken dat hij vast iets fout heeft gedaan. Of misschien zijn ouders omdat hij blind is. Gelukkig zijn er mensen die hem soms iets geven om te eten of te drinken. Of wat geld in zijn bedelaarsbakje doen. Elke dag gaat Bartimeus naar dezelfde plek. Het zal wel nooit anders voor hem worden. Hij is tenslotte blind. Op een dag hoort Bartimeus dat er veel meer mensen door de Marktstraat lopen dan anders. Er is vast iets te doen. Ze lopen allemaal in de richting van de stadspoort. Wat is er aan de hand? Vraagt Bartimeus. Is er iets bijzonders te doen? Zeker. Zegt een jongen die voorbij komt: Vandaag komt Jezus bij ons in de stad. Dat wil ik niet missen. Ik heb al veel over hem gehoord, maar ik heb hem nog nooit gezien. Die kans laat ik niet lopen. En de jongen loopt snel door in de richting van de stadspoort. Ik zou hem ook wel eens willen zien, denkt Bartimaeus voor zichzelf. Hij heeft gehoord dat die Jezus er voor arme en zieke mensen is. Dat Jezus mensen helpt als hij dat kan. Zou dat ook voor hem kunnen? Maar hij kan niet naar Jezus toe. Hij weet niet hoe hij er moet komen. Hij steekt zijn bedelbakje maar weer uit in de hoop dat iemand er wat in doet. Even later hoort hij dat het geluid zijn kant op komt. Hij kan horen dat het een hele grote groep mensen is. Als ze dichtbij hem zijn, begint Bartimeus te roepen: Jezus, jij bent een zoon van David, help mij, ik heb je nodig. Houd je mond, zeggen de mensen die aan het begin van de groep lopen. Jezus komt echt niet voor jou. Hij heeft wel wat anders te doen hier in Jericho. Bartimeus roept nog harder, hij roept zo hard als hij kan om Jezus. Jezus hoort dat iemand naar hem roept en kijkt soms zich heen. Wie was dat die zo hard riep? Wie had hem zo nodig? Waar is die man die zo hard om mij roept? Vraagt Jezus om hem heen. Laat hem eens bij me komen. Tja, als Jezus het zegt, dan kunnen mensen niet meer tegen Bartimaeus zeggen dat hij zijn mond moet houden. Jezus zegt dat je bij hem moet komen, zeggen de mensen tegen Bartimaeus. Ze pakken hem bij zijn arm, laten hem opstaan en maken een klein paadje vrij zodat Partimeus vlak bij Jezus kan komen. Griep je mij, vraagt Jezus, wat kan ik voor je doen? Ik ben al mijn hele leven blind en ik zit hier elke dag op straat. Ik zie niets en niemand ziet mij. Iedereen denkt dat ik niets kan. Soms gooien ze iets in mijn bedelbakje, maar meestal lopen ze gewoon door. U hoort en ziet mij. Laat mij alsjeblieft weer zien. Wat bijzonder dat je gelooft dat ik je kan helpen. Dat geloof is jouw kracht. Toen kon de man weer zien. Hij was zo blij of hij, dat hij vroeg of hij met Jezus mee mocht doen. Dat mocht. En zo werd hij een van de vrienden van Jezus. Morgen verder.